Een hele goede dag allemaal. In deze video ga ik jullie uitleggen welke verschillende naven er allemaal zijn en waar je op moet letten bij het kiezen van het juiste wielsetje en hoe de naven er van binnen uitzien. Wat is nu eigenlijk een naaf? Een naaf is het binnenwerk van het wiel. Althans, de binnenkant van het wiel. De naaf ziet er vaak als volgt uit. Je hebt een body. Aan de linkerkant heb je tegenwoordig de schijf zitten. Nou, nu zit hij natuurlijk niet erop. Maar de cassette gaat op de body. Dat is dit gedeelte. En meestal het belangrijkste van het wiel. Aan de linkerkant zit de schijf. Hier zit vaak niks bijzonders aan. Maar uiteindelijk is dit natuurlijk heel de naaf. De naaf bestaat eigenlijk uit gemiddeld 4 lagers. De body heeft 2 lagers en de naaf heeft ook 2 lagers. Soms geen, want bij Shimano hebben ze dat niet. En bij anderen hebben ze meer lagers in zitten, dus dit is vaak verschillend. Maar over het algemeen 4 lagers. Dit is trouwens een industrielager. Een industrielager kan je vaak vervangen. Dit is simpel, je hebt verschillende kwaliteitsnaven. Maar over het algemeen is een lagertje €7,50. Nou, de naaf is dus opgebouwd uit verschillende systemen. De body is daar misschien wel het belangrijkste van. De body kan trouwens verschillend zijn bij Shimano, Campiolo en Schem. Deze kan verschillend zijn, deze is verschillend. Hierbij heb je verschillende cassettes die erop geschroefd worden. De ene cassette is natuurlijk anders dan de andere cassette, dus houd hier rekening mee. Niet iedere cassette kan op de body gezet worden. Dus dat is belangrijk. Nou, je hebt over het algemeen 3 verschillende naven. Je hebt de naaf waarbij de body erin geschroefd zit. De body zit er als het ware ingeschroefd. Deze bestaat uit 1 groot gedeelte. Je kan hem vaak niet uit elkaar draaien. Althans, je kan hem wel uit elkaar draaien, maar dit is vrij moeilijk. En dit ga je niet doen. Soms kan je dan beter heel de body vervangen. En gewoon een nieuwe body in de naaf schroeven. Vervolgens heb je het balletjesysteem. Deze is er vaak los opgeduwd. Daar kan je vaak makkelijk uit elkaar draaien. Je kan de balletjes makkelijk schoonmaken. De ene naaf heeft bijvoorbeeld maar 3 balletjes. De andere naaf 4. Of de andere naaf zelfs 6. Dit is afhankelijk van het merk wiel. Als laatste systeem heb je het ratchet systeem. Het ratchet systeem is het DT Suisse systeem. Hierbij heb je ratchet balletjes. Deze zitten in de naaf met een veertje. Met het veertje wordt de spanning bepaald. En zo draait de body natuurlijk mooi rond. Wanneer je benen stilhoudt, begint hij te freewheelen. Dat zijn in principe de verschillende systemen. Dus je hebt 3 systemen waarbij de body erop geschroefd zit. Waarbij je de body los eraf kan halen. Dit is vaak eraf gedraaid. De ene keer moet je hem eraf wippen eigenlijk. Wanneer je vastzit in de werkbank. Een andere keer kan je met de sleutel gewoon losdraaien. Bij het ratchet systeem zit deze er vaak gewoon opgeduwd. Wanneer je hem erop draait kan je hem natuurlijk vastdraaien. Dus hij zit er eigenlijk als het ware opgeduwd. Je kan hem dan eraf halen door deze in de werkbank te zetten. Wanneer je de naven naast elkaar gaat zetten, lopen we ze eventjes door. We beginnen met de schroefbody. De schroefbody is het systeem van Shimano. Althans, niet per se het systeem van Shimano, maar wordt wel het meeste gebruikt bij de Shimano wielen. Zeker bij de goedkopere wielen is het eigenlijk het standaard systeem. Je ziet ook veel merken die er nagemaakt hebben, waarbij heel de body er ook opgeschroefd zit. Maar dat zijn vaak de goedkopere wielen. Waarom is dit een goedkoop systeem? Of althans, waarom wordt dit gebruikt bij de goedkopere wielen? Deze bestaat uit een simpele systeem. Het is ook een vrij zware body. Hij wordt er gewoon opgeschroefd. Je kan hem voor de rest niet uit elkaar draaien. Dus is die kapot, moet je hem helemaal vervangen. Het grote nadeel is wel weer, zoals jullie kunnen zien, zit hier draad op. Deze draad is bij iedere body verschillend. Iedere naaf verschillend. Dus dit probleem is vrij groot wanneer je niet aan de body kan komen. Voor de rest zitten bij de Shimano naven geen industrielagers in. Er zitten kogeltjes in. Deze kogeltjes liggen in de naaf en worden opgesloten door konusjes. De konusjes klemmen het wiel op, waardoor je de speling eraf haalt. Doe je dit niet goed, zit de speling op,
draai hem eigenlijk weer strak aan, zit er weer, of draait hij weer stroef en voel je de kogel dus gewoon lopen. Dit systeem werkt prima wanneer de naaf nieuw is. Dus nu is de naaf gewoon nieuw, het loopt goed, het klinkt ook wel mooi. Maar wanneer hij slijtage opkomt, zeker met de gravel, zeker met de mountainbike, komt hier veel water tussen. Je maakt hem schoon, het vet gaat eruit en de kogels, of althans de kogeltjes, komen droog te liggen in de naaf. Dan begint het probleem, er komt speling op het wiel, hij draait niet zo lekker meer. Je moet alles uit elkaar draaien. Je doet er weer nu vet tussen, maar het loopt nooit meer net als voorheen. Dus dit is het grote nadeel wanneer je een schroefbody hebt. Deze zijn vaak lastig te onderhouden. Daarnaast moet je ze in één keer vervangen wanneer ze kapot zijn. Je ziet trouwens ook wel eens een schroefbody met een industrielaag erin. Dit hebben ze dan van Vision toevallig. Werkt ook prima, maar daarnaast moet je weer heel de body gaan vervangen. Als tweede systeem heb je het palletjesysteem. Het palletjesysteem was eigenlijk een jaar of 3-4 geleden het meest gebruikt. Momenteel is het ratchetsysteem echt wel opgekomen en zie je wel een overgang van de naven van de palletjes naar de ratchet. Het palletjesysteem werkt goed. Zoals jullie kunnen zien heb je hier 4 palletjes op zitten. Deze steken eruit. Wanneer je trapt, haakt ze natuurlijk vast aan de binnenkant van de naaf. Wanneer je niet trapt, schieten ze over de naaf heen en hoor je waarschijnlijk dit geluid. Het ene systeem is vaak wat harder dan het andere systeem. Dit komt ook. Hier zitten bijvoorbeeld 4 palletjes in. Wanneer er 6 in zitten, is het geluid wel anders. Wanneer er 3 in zitten, is het natuurlijk ook anders. Het is ook afhankelijk. Zit hier vet in, dan hoor je hem vaak wat minder hard lopen. Staat hij droog, dan hoor je hem echt heel hard tatatatatat geluid maken. Dus dit is soms wel echt afhankelijk van hoe is het naafje onderhouden en hoe ziet deze er van binnen uit. Vaak kan je deze dan losdraaien of ze zitten erop gedrukt zoals bij het ratchet systeem. Dit systeem is wel heel makkelijk om laagjes te verwisselen, want je kan ze makkelijk uit elkaar halen. Ik ga hier nu al een keer een video over maken hoe je gemakkelijk je laagjes kan verwisselen. Dit is het palletjesysteem. Werkt prima, is goed en zit meestal in een carbon wielsetje of in een beter aluminium wielsetje. Dan als laatste heb je het ratchet systeem. Het ratchet systeem is van DT Swiss. Of althans, het patent was bij DT Swiss. Een jaar of 3-4 geleden is het vrijgekomen en hebben veel merken dit na proberen te maken of nagemaakt. In ieder geval, het ratchet systeem werkt supergoed. Je hebt een veertje aan de binnenkant zitten van de body. Dit veertje zet eigenlijk spanning op de 2 ratchet palletjes. Deze haken dan in elkaar vast, worden nooit opgeklemd. Aan de binnenkant van de naaf zit ook een veertje. Hierbij wordt de spanning bepaald en draait het wiel perfect en wordt de naaf perfect. Er komt weinig water in, zeker bij de goede systemen heb je hier weinig last van en de lagers gaan lang mee. Er zit wel nog verschil in de verschillende ratchet palletjes. Hierbij heb je bijvoorbeeld 18 palletjes. Dit betekent dat de 18 inkepingen in het draaisysteem zitten. Deze haken dan vast. Wanneer je bijvoorbeeld de meer hebt, ik weet niet precies hoeveel erin zitten bij de 180 naaf, bijvoorbeeld 30, dan pakt de naaf nog directer, want vaak bij elke trap heb je een dood moment. Je moet maar eens gaan trappen naar de bocht, dan heb je altijd een fractie van een seconde dat je in het niets trapt. Dan moet die naaf eventjes pakken, dat is zowel bij het ratchetsysteem, bij de palletjes en bij de schroefbody. Hierbij moet die eventjes pakken voordat het wiel gaat draaien. Dus daar is natuurlijk ook veel verschil in. Heb je de goedkope naven, is die reactie wat minder direct dan natuurlijk bij een dure naaf. In ieder geval, het ratchetsysteem is vrijgekomen, dit patent. Veel verschillende merken hebben dit nagemaakt, zoals bij Fast Forward. Dit werkt prima, dit loopt ook super goed. En hier zijn we ook super tevreden over. En daarom is het belangrijk om advies te krijgen van een fietsenmaker. In ieder geval, er zijn over het algemeen 3 verschillende systemen. De Shimano naaf, of althans de schroefbody die vaak gebruikt wordt bij Shimano naaf,
zijn wij niet altijd super tevreden over. Dit kost veel tijd, zeker wanneer je het binnenwerk moet gaan smeren en de kogeltjes liggen er los in. Dit betekent dat je alles moet gaan schoonmaken, daarnaast vet in de naaf doen. De kogeltjes er weer terug in. Je kan niks los vervangen, je bent veel tijd kwijt, want gemiddeld zijn wij hier wel 20 minuten mee bezig om dit perfect te doen, soms zelfs langer. Je ziet ook vaak dat mensen hier zelf al een beetje aan hebben zitten prullen, dan zit alles een beetje verkeerd en dan kunnen wij helemaal opnieuw beginnen. Dit is vaak niet heel handig. Dus blijf er vaak vanaf, ga naar de fietsenwinkel en laat hun het doen, want je kan hier best wel veel aan verpesten. Vervolgens heb je de naaf waarbij de palletjes erin zitten. Deze kan je vaak makkelijk uit elkaar draaien, dus hier kan je eventueel zelf wel een beetje aan prullen. Zorg er trouwens altijd voor, wanneer je naaf uit elkaar draait, dat je de volgorde nog weet. Want ga je iets verkeerd doen, dan sluit je heel de naaf verkeerd op en dan draait hij vaak niet meer. Dan maak je hem ook kapot wanneer je dan begint met fietsen. Ja, dan loopt alles in de soep en dan kan het gerust zijn dat heel de naaf kapot gedraaid is. Dus pas hier wel een beetje mee op. In ieder geval, het palletjesysteem werkt ook super goed. En daarnaast heb je een dredgesysteem. Dat is momenteel het allerbeste systeem, vinden wij. Wordt vaak gebruikt bij de betere wielsetten. Daarnaast heb je van DT Swiss natuurlijk super veel verschillende wielen. En zie je ook dat heel veel merken deze wielen gaan gebruiken. Let wel op. Je hebt ook veel wielen waarbij de fabrikant zelf wielen ontwikkelt. Zoals bij Syncross, dit is van Scott. Zoals bij Senza van Supra. Hierbij gebruiken ze ook zelf naven. Deze naven zijn prima, maar over het algemeen, ja, niet lullig bedoeld tegenover die merken, zijn de grotere merken zoals DT Swiss, Shimano, allemaal net wat verder ontwikkeld. Al zijn de Shimano naven niet altijd het beste. Maar hierbij zit de ontwikkeling natuurlijk net wat meer. Hier hebben ze net wat meer tijd voor dan bij een merk die de naven er eigenlijk maar een beetje bij doen. Dus let hierop. Koop je een fiets, zorg gewoon dat je een goed wielsetje hebt waarbij de naaf echt goed afgedicht is. Waar het vel eigenlijk niet goed in kan, waarbij het water er niet goed in kan. En dat je de lagers eventueel makkelijk kan verwisselen, de body uit elkaar kan halen. En dat de fietsmaker er ook makkelijk bij kan. Want heb je een naaf van een bepaald merk, kan het gerust zijn dat de fietsmaker daar niet bij kan. We hebben ook vaak gehad dat er een bepaald merk binnenkomt van Giant of van Scott. Die hebben dan ook eigen wielen waarbij de naaf er speciaal opgeschroefd zit van dat type. Heb je bijvoorbeeld die schroefbody wat ik al vertelde. Sorry, het verhaal wordt misschien een beetje lang. Maar heb je die schroefbody, dan kan het zijn dat daar bepaalde draad aan zit die niet iedere naaf heeft. Dan kunnen wij er niet aankomen, want die moet je speciaal bestellen bij het merk. En dan zit je alweer vast. Dus koop je een fiets, let daar een beetje op dat de naaf universeel is en dat iedereen hem eigenlijk kan vervangen. Ik hoop dat het duidelijk was. Ik hoop dat het een beetje een leuke video was. We gaan weer een nieuw jaar in. Inmiddels al dik 10.000 abonnees. Natuurlijk superveel. We gaan weer lekker door dit jaar. We beginnen weer eigenlijk zoals we begonnen waren met de uitlegvideo's. Deze vind ik ook het leukste. En daarom ga ik hier ook mee door. Abonneer zeker. Ik zeg tot de volgende keer. Geef een duimpje omhoog. Dit is goed voor het algoritme. En dan zeg ik tot ziens. Later.